2020 wordt het jaar van elektrische auto's, zeg ik dat goed? Ik denk het wel. Voor zover 2019 dat het al niet was. Want echt veel elektrische auto's die de weg op zien komen afgelopen jaar. Ja. En dan met name Tesla's? Tesla, Hyundai Kona's, de e-Niro's van Kia. Ja. Dat zijn denk ik de drie auto's die het meest de weg op zijn gegaan. En het waren er nog veel meer geweest als er meer geleverd zouden kunnen worden. Ja, dat was met name volgens mij bij de Koreanen wat grotere uitdaging, toch? Tesla heeft op zich wel redelijk zijn aantallen uiteindelijk... Ja, ze hebben nog even een zwaartepuntje nu de laatste twee weken. Ja. En we moeten even kijken hoe dat gaat. Ja. Alleen zij hebben qua aantallen hebben ze het allerbeste gedaan qua leveren van de drie die we net noemden. Een paar maanden lang zelfs de best verkochte auto in Nederland. Bizar, hè? Meer dan een Volkswagen Polo, ja. Ford Fiesta. Wie had dat gedaan? Ongekend, ja. En dat wordt potentieel volgend jaar alleen nog maar gekker, hè? Want er zit echt wel wat aan te komen. Er komen heel veel auto's aan. Ja. Wat zijn de belangrijkste volgens jou? Nou, de drie die je net noemde. Renault heeft natuurlijk de Zoe met een nieuwe accupakket, waarvan ik best wel veel verwacht, omdat die prijstechnisch heel interessant is. Ja. Kia heeft de e-Soul, maar hebben we gemerkt van, nou, die is wel goed te leveren. Of je zou kunnen zeggen, de afname is niet zoals ze hadden gehoopt. Nee. MG heeft de ZS EV. Nissan heeft de Leaf, die we natuurlijk al een tijdje kennen. Peugeot komt met de E2008. Ja. Mazda komt met de MX-30. En de E208 ook nog. Ook nog de E208. Allebei, ja. Ja, de Corsa E is er natuurlijk een tegenhanger van. Ja. BMW komt met de iX3. Ja. De Volkswagen komt met de ID3. De Seat Mii, of de hele range, dus de Mii, de Citigo en de Up komen in de elektrische variant, of die zijn er al. Volvo komt met de XC40 Electric en natuurlijk met de Polestar 2. Ja. Honda komt met de E, wat ik zelf een hele leuke knipoog naar het verleden vind trouwens. Vind ik qua model wel grappig. Ik vind het wel jammer dat het, zeg maar, de eerste conceptcar dacht ik, wow, die was tof. Dik, ja. De tweede conceptcar dacht ik, nou, de scherpe randjes zijn er een beetje vanaf. En klopt. Nu het productiemodel vind ik hem, ja. Als dat het conceptcar was in eerste instantie, was hij nog steeds mooi geweest. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Ja. Ik denk dat je met die auto's die eraan zitten te komen, gewoon vanaf 400 euro, tussen de 400 en 500 euro vanaf prijs, ja, heb je al een elektrische auto. Ja. En dat is natuurlijk wel een markt waar heel veel lease-rijders zich begeven qua budget. Ja, dat is een beetje een gemiddeld budget? Is dat... Nou, gemiddeld budget is heel lastig. Hè? De ene die doet een normcalculatie op 48 maanden, 30.000 kilometer, ja, op 48.40. Ja. Je krijgt een hele verschuiving nu, want wagenparken zijn ingericht op brandstofauto's. Ja. Traditioneel zeg je van, als je meer dan 40.000 rijdt, dan ga je diesel rijden, ik noem het even een voorbeeld. Diesel is helemaal weg, of niet? Diesel is helemaal weg, ja. Bij jullie in de lease ook? Echt, Ik heb aanvragen van klanten die 50.000 kilometer per jaar rijden en die zeggen, doe maar een benzine. Gewoon omdat het, maar is dat qua omslagpunten, zeg maar, is het financieel ook echt interessant om dat te rijden? Of ja, als je nieuwe auto's naast elkaar gaat zetten, tot mijn verbazing kom ik. En dan heb ik het over het segment Renault Clio. Ja. Dan kom je met een benzineauto gunstiger uit. Bij 50.000 kilometer? Bij 50.000 kilometer. Diesel, wow. Dan heb ik het over werkelijk brandstofverbruik en de leaseprijs bij elkaar opgeteld. Ja, dus natuurlijk, je zit met een restwaardeprobleem. Dat diesels niet meer zo heel gunstig eruit komen ook. Nou ja, het klopt. Hè. De angst van wat gaat ermee gebeuren. Ja. De wegenbelasting gaat omhoog bij oudere diesels. Ze worden gewoon steeds minder in trek. Want als ze dat nu met de oude diesel gaan doen, wat gebeurt er dan straks met de diesel die we nu verkopen? Ja. Er zit een beetje angst en angst regeert in Leaseland wat betreft diesels. Dus eigenlijk is elektrisch het nieuwe benzine en benzine het nieuwe diesel? Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Als ik nu tweedehands elektrisch wil gaan rijden, dan ik weet dat het voor jou als, misschien in het verhaal van restwaarde nog interessant is, maar verder niet heel erg. Maar een tweedehands Tesla bijvoorbeeld kost gewoon nog 40.000 euro. Klopt. Die restwaarden zijn bizar. Ja. En dat is het gevolg van het feit dat wij in Nederland fiscaal heel anders met deze auto's omgaan dan in het buitenland. Want als je een Tesla hebt, in Nederland zal je hem niet heel snel zien bij een particulier als auto. En dat is natuurlijk waar je een beetje, zeg maar, de verandering die iedereen wil zien, is dat straks iedereen elektrisch gaat rijden. Dus ook die mensen die alleen maar tweedehands een auto kopen voor privégebruik. Maar dat komt maar niet op gang. Die hè? Tesla's verdwijnen nu nog naar Scandinavië. Ja. En dat is natuurlijk zonde, want hier hebben we subsidie gegeven op die auto's. Ja. Korting op de wegenbelasting, noem maar op. Ja. En uiteindelijk verdwijnen ze ergens anders heen. Ja. Ja, dat is zonde. Ik denk en ik hoop dat met de komst van de wat goedkopere modellen en straks ook natuurlijk een veel uitgebreider assortiment om te kiezen in de tweedehandsmarkt, dat je zult zien dat die auto's beter beschikbaar komen voor een breder publiek. Ja. Want nu heb je eigenlijk, zeg maar, je hebt de Renault Zoe. Ja. Dan heb je heel lang niks. Dan komt een keer de BMW i3.
Ja. Dan komt er weer heel lang niks. En dan zit je bij 40.000 euro voor een Tesla. Dat even heel bondig samenvat. Heel gechargeerd is dat wel wat het is, ja. Ja, dat is, ja, daar wil je natuurlijk vanaf uiteindelijk. Als je het hele wagenpark van Nederland wil verschonen, dan, ja, dan nou ja, ook daartussenin moet je... Je begint bij de zakelijke auto's, hè. Daar zie je het al. Hè. Ja. Je ziet steeds meer elektrische auto's, ja, zakelijk. Hè. De Model 3, de Kona, de e-Niro, ja, de Zoe's. Je ziet ze steeds meer op de weg. En dat zullen uiteindelijk ook auto's zijn die uit de lease lopen en die verkocht zullen gaan worden. Ja. Nou, je merkt nu dat op de zakelijke markt er een verschuiving plaats gaat vinden, want je hebt een veel breder aanbod in 2020. Ja. Dus het is niet meer een Model 3 of niks? Nee, het je kunt gewoon echt gaan kiezen van wat vind ik mooi, wat past bij mij. En ook iets compacter of juist wat luxer? Ja. Of, iets goedkoper. De overheid dwingt ons daar natuurlijk ook een beetje toe. Ja. Of tot. Omdat zij steeds een lagere grens hanteren met wat is nog voor de lagere bijtellingen, wat is nog voor de reguliere normale bijtelling. Ja. Dus je merkt dat de auto's steeds goedkoper zullen gaan moeten worden. Ja. Met als logische gevolg dat over een aantal jaren die auto's vrijkomen en dat de particulier die auto kan gaan kopen. Ja. Nou, en als je heel simpel even denkt van een auto die nieuw goedkoper is, die zal dan tweedehands ook goedkoper zijn. Ja. En zo maak je die beweging wel naar het verduurzamen van het volledige Nederlandse wagenpark. Alleen ja, dat heeft tijd nodig. Ja. Want de auto's, zeker de elektrische auto's, rijden gemiddeld langer. Iedereen wil natuurlijk optimaal profiteren van de lage bijtelling. En optimaal profiteren is in dit geval 60 maanden lang rijden in de auto. Ja, 60 maanden lang. Dat zien we bij elektrisch veel meer. 8% bijtelling dan dus volgend jaar? Ja. Over de eerste 45.000 euro? Yes. Nou ja, we hebben dus een heel aantal auto's nu ook die daar echt in gaan vallen. Ja. Wat worden de hardlopers, denk je? Ik denk de Corsa E, de E208. Ja. Dat zijn auto's waarbij je nu al ziet van in dat segment is veel vraag naar... naar auto's. En ja. De Clio en de Polo, ja, daar hebben ze nu geen alternatief voor. De Clio zou je natuurlijk de Zoe voor kunnen kiezen, maar het is toch een andere auto. Ja. Dus ja, ik denk dat de E208 en de Corsa E daar behoorlijk wat, wat aantallen kunnen gaan doen. Ja. ID3 natuurlijk. Ja. Met name ook omdat die, ja, je kunt kiezen wat bij je past. 300, 400, 500 kilometer, wat heb je nodig? Ja. Ja. Nou, nagelang van wat je nodig hebt, koop je de auto die bij je past. En kun je dus ook gewoon opschalen of afschalen als je wil. E208 en de Corsa E doen allebei iets meer dan 300, geloof ik, hè? Ja. 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 Dus dat is de basis ID3. Ja. Ja. Maar goed, een ID3 is, ID3 is echt groter. Ja, absoluut. Echt een grotere auto. Ja. Zit je meer al klasse Golf. Ja. Met zelfs iets meer ruimte. Klopt. Dus dat wordt ook wel een belangrijk... Gaat potentieel nog wel een beetje in de Volkswagen Golf 8 snijden? Dat denk ik wel, ja. Denk ik. Ja. Die overigens ook alweer met meer hybride techniek en dergelijke komt. Dus potentieel weer iets schoner qua CO2. Ja. Dus iets minder BPM. Maar dat merk je wel. Ja. Klopt. Ja, dat is wel... en wat meer plug-in techniek natuurlijk ook nog. Ja. Oké, dus dat worden de hardlopers. ID3, 208 en Corsa. Ik denk het wel. Dat zijn merken waar mensen aan gewend zijn. Dat zijn modellen die mensen kennen. Mensen kiezen toch vaak voor wat ze kennen. Ja. Je ziet nou dat mensen uit zijn geweken naar de Kona, naar de e-Niro. Terwijl het normaal gesproken geen modellen waren die heel veel verkocht werden. Nee. Dan hebben we nog wat gekke auto's, ja, waarvan het misschien wat lastig te voorspellen is. Zoals die nieuwe MG die er is. Ja. Die is volgens mij ook heel betaalbaar, toch? De, die is heel betaalbaar. Qua aanschafwaarde in ieder geval. Ik weet niet hoe die qua lease is. Maar... Qua lease is die interessant. Is hier net boven de 400 euro de vanafprijs. 419 euro in de maand. Ja. Daarvoor heb je een auto waar eigenlijk alles al op zit en die ook vrij groot is. Hij kan zich meten met de Kona qua ruimte. Ja. Niet met de actieradius, die is wat lager. Ja. Ik denk reëel rond de 200 kilometer. Okay. En dan heb je bij de Kona toch het dubbele. En een Kona kost hoeveel meer in de maand? Een Kona zit ongeveer 200 euro hoger. Oké, dus dat is misschien ook nog wel interessant. Ja, nee, nog andere auto's, misschien leuke outsiders waarvan jij denkt van hey, dat is een hele interessante auto, alleen mensen zien hem niet genoeg staan? Of, Citroën. Citroën. De DS3 bedoel je? Ja, ik noem het Citroën. Dat is DS Automobiel. Ja, mijn excuses. Ja, dat is inderdaad wel. Dat is in principe dezelfde aandrijflijn als wat er in de E208 zit. Ja. Alleen dan meer in een crossover vorm. Ik denk dat de leaseprijs begint bij 534 euro in de maand. Ongeveer. Ja. Oké, en dat zit dus in de buurt van een e-Niro en een Kona. Dat wijkt nog geen 10 euro af van een e-Niro. Nee, precies. Oké. Dus daar zit je qua prijs zit je wel heel erg in de buurt. Alleen qua actieradius zouden je hem niet pakken. Nee, actieradius is van die DS3 is iets meer dan 300 kilometer WLTP. En dat is natuurlijk bij de Niro en de Kona is dat 4,5?
4,5 toch? Zeg ik goed, hè? Ja, ongeveer. Nou, ze zit iets tussen. Kijk, de Eniro heeft 455 en de Kona uit mijn hoofd 489. Oké. Okay, ongeveer. Ja. De Kona is natuurlijk iets kleiner, iets lichter. Ja. Ja, en wat je natuurlijk nog hebt is de Seat Elborn. Ja, dat is ook weer zo'n auto. Dat is eigenlijk de Volkswagen ID.3, maar die wordt dan weer met een Seat-neus geleverd. En ziet er stiekem, sorry Volkswagen, maar echt een beetje beter uit. Ja, vind ik. Spaanse peper auto. In de kont, hè? Ja, knappe auto om te zien. Ja. In ieder geval in het segment. Ja. Ja. Volvo XC40 elektrisch. Ja, komt er ook nog aan natuurlijk. €732. En crossovers blijven populair natuurlijk. Blijft nog steeds, ja. Klopt. Volvo is natuurlijk ook een heel veilig imago. Dus mensen die zich graag veilig over de wegen van Nederland willen bewegen. In een elektrische auto, die zitten bij die Volvo natuurlijk wel goed. Ja, in ieder geval voor het gevoel. Ja, ik weet niet. Ja, weet je, ik vind het altijd een beetje... Volvo heeft inderdaad heel erg het imago, maar tegelijkertijd denk ik dat er zijn nog maar weinig fabrikanten die echt onveilige rommel maken. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Dus, ja. Dat is ook een interessante. En die komen ook allemaal in 2020, hè? Ja. De Elborn is nog, is nog niet vaag, heel veel bekend van. Maar schijnt wel 2020 al op de weg te komen. Ja. Ja, en de XC40, ja, die komt... Begin al, denk ik. Begin van het jaar al. Ja. En wat we nog niet genoemd hebben, is de Mazda. Mazda heeft natuurlijk ook een MX-30 in het gewone. De MX-30, ja, inderdaad. Dat is een auto, daar hoop ik gewoon van dat hij het goed gaat doen. En dat is niet omdat ik Mazda-fan ben of zo. Helemaal niet. Ik heb eigenlijk weinig met het merk. Maar ik vind dat Mazda maakt mooie auto's. Ja, klopt. Ze denken er goed over na. Om te zien. Alleen, ja, je ziet ze gewoon verrot weinig rijden. In Nederland in ieder geval. Ze zullen het elders wel goed doen, want ze blijven gewoon bestaan. Maar, oké. Okay. Ik denk dat we de meeste elektrische auto's nu al gehad hebben. Ja, dan hebben we het meestal in ieder geval het betaalbare spul. Want ja. We kunnen het over Taycans hebben. En ja, Mustang, Mach-E's en Model S en weet ik wat allemaal. Helemaal gave auto's. Alleen, ja, we willen het ook betaalbaar hebben. De meest verkopen, of de meest geleased heb je ook al genoemd. Wat is jouw favoriete... Ik ga je favoriete outsider vragen. Want ik denk... Outsider? Ja, want zeg maar van alles wat we benoemd hebben, de meest verstandige is natuurlijk... Ik gok dat jij voor een ID.3 zou gaan. Nee, Tesla Model 3. En dan, Tesla Model 3, hè? Ja, en dan de performance. Ja, oké, okay, maar de performance is alweer prijziger. Is prijziger, klopt. Die zit niet meer onder de €500 in de maand, toch? Nee, dat klopt. Oh nee. Ja, daar moesten we het over hebben. Ja, dat was het. Ik heb zo'n hekel aan die beperking in, ik in prijs. Ik ook. Ik zou ook voor een Taycan gaan. ID.3. Oh, ja, ID.3. Kijk, als ik mijn bagage mee moet zeulen. En de kinderen achterin wil hebben, dan denk ik dat je daar gewoon voor het geld de meest praktische auto aan hebt. Ja. Hij is ruim, hij is echt groot. Hij schijnt zelfs van cabineruimte meer te hebben dan een Passat. Dat zeker qua cabine. Ja. 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 Nou, ik ben natuurlijk zelf vrij lang. Je weet wat je krijgt. Ja. Dus ik denk dat voor mij inderdaad, ik zou voor de ID.3 gaan. ID.3. ID.3, ID.3, ID.3. Daarom vroeg ik naar je outsider. Ja. De Honda. De Honda? Ja. Omdat dat kleine, schattige dingetje. Ik vind hem zo leuk. Ja. Zeg ik het goed als ik geïnspireerd is op de S800? Ik sla me dood. Ik weet heel weinig van Japanse auto's. Okay. Zeker van oude Japanse auto's. Ik weet alleen dat ik het een gaaf ding vind om te zien. Ik vind hem super gaaf. Ik vond wel de concept toffer, maar ja, okay. Eens. Daar hebben we het over gehad. Ja. Dat is een beetje het SLK effect. Het SLK effect. Dat kunnen we nu gewoon introduceren. Ja, vanaf we hebben wel elke keer copyright Arjen, maar goed. Heb ik ook een keer wel. Maar wel een leuk ding inderdaad. Ja, ik vind hem super leuk. En ik denk zeker als je een beetje in de stad woont en je werkt in de buurt. Want de actieradius is natuurlijk iets wat beperkt. Ja. 200 kilometer. Vind ik dat gewoon echt een super leuke auto. Het is een auto waarbij je, als je wegloopt, je kijkt nog een keer achterom. En dat heb ik bij de ID.3 niet. Nee. Nee, ja. Die is heel erg des Volkswagens ontworpen, denk ik. Ja. Oké. Okay. Waarschijnlijk ook omdat als je vooruit kijkt, dan zie je er nog drie staan. Ja, dus je hoeft ook niet achterom te kijken. Nee, inderdaad. Dat is wel waar inderdaad. En waarschijnlijk allemaal in het wit. Ja. En dat verwacht ik bij die Honda niet. Nee. Dus outsider zou, Honda. Ja. Ik zou zeg maar van de hardlopers zou ik denk ik de E208 kiezen. Vind ik leuk. Ja. Vind ik net wat... Ja, ID.3 vind ik een beetje de Volkswagen al. Het is wel grappig. Heel veel mensen zeggen, ja, hij is wel heel erg vooruitstrevend. Ja, voor een Volkswagen inderdaad wel. maar ik vind het wel reuze meevallen. Alles is relatief, hè? Alles is relatief, dat is helemaal waar. Dus ik zou denk E208 kiezen, denk ik, van degene die echt hard gaan lopen. Van de outsiders vind ik het eigenlijk veel moeilijker. In dat wat goedkopere segment.
misschien dan toch ook maar dat Hondaatje wel. Die is wel echt grappig. Ja. Moet je mee doen. Voor zover jullie ook waarde hechten aan onze oordelen daarover. Ja, accu is leeg, hè? Is de accu leeg? Ja. Accu is leeg, ja, inderdaad. Mijn accu is leeg. Ja, accu ook. Die van de camera ook. Ik zag het. Ja, dat knippert. Krijg nou, goed moment om... We hebben camera range anxiety. Ja, klopt. Goeie om mee af te sluiten. Bedankt voor je input. Bedankt. Eind volgend jaar ga ik je overhoren of het allemaal gelukt is, denk ik. Ja, laten we hopen dat we het een beetje goed hadden. Of het een beetje goed voorspeld hebben. Ik ben erg benieuwd. Ik ook. En jullie vast ook. Anders had je deze video niet helemaal uitgekeken. Hey. Zo is het ook. Bedankt, hè. Hoi. Bedankt.